Franse schilder Jean-François Millet was een van de eerste die boerenfiguren aan het werk afbeelden. Tot dan toe waren mensen op schilderijen vooral belangrijke mythologische, bijbelse of historische figuren. En Millet gaf zijn boeren ook nog eens een heroïsche uitstraling. Dat zie je ook bij deze wolkaartster. De achtergrond is weinig uitgewerkt en alle aandacht gaat naar het figuur en de handeling. En dat zie je eigenlijk ook terug bij de vlaskaartster van Anton Mauve. Anton Mauve was een van de schilders van de Haarse school. En daar behoorden ook de gebroeders Maris toe, Jozef Israëls en bijvoorbeeld Willem Roelofs. Deze vlaskaartster van Anton Mauve is heel schetsmatig geschilderd. En Hendrik Willem Mesdag die hield daarvan. Dit werk kocht hij in 1893.